Nou, ik wil graag vertellen over mijn ervaringen met microdozen. Ik doe daar ondertussen, ik denk een maand of 2,5, misschien al wel 3. De reden dat ik ben begonnen met microdozen is eigenlijk ten eerste gewoon ontdekken en uit nieuwsgierigheid. Ik volg Maria Johanna al een tijdje, omdat ik zelf steeds bewuster ben gaan leven en de wereld door een andere bril ben gaan zien, zeg maar. Heb ik toch gemerkt dat mij wel heel erg aantrok, de plantmedicijnen. Dus ja, dat is eigenlijk een van de redenen dat ik ben gestart. Eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid. De eerste dag voor mij, toen ik het nam, voelde ik echt een soort van warme deken die over me heen gelegd werd. Een soort van gevoel van zelfliefde. En anderzijds voelde ik me ook heel erg rustig en gefocust. Dus tussen die aspecten, zeg maar, die waren voor mij echt heel erg van belang. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, dat heb ik eigenlijk altijd wel als ik microdozen doe. Dat ik echt wel een vorm van uitgelijnd voel met mijn hart. Dus meestal zitten we allemaal in ons hoofd en denken we na over morgen, over gisteren, over wat er misschien zou kunnen gebeuren. En ik merk al heel snel als ik zeg maar aan microdozen ben die dag, dat alles wat op mijn pad zou komen, wat misschien even tegen zou kunnen zitten, dat ik heel snel kan switchen van oké, dit vind ik even niet leuk, daar reageer ik op. Daarna pak ik een soort van observerende rol daarbij. En dan zie ik ook heel snel oké, dit is zeg maar in de toekomst, dat is even nu. En ik geef er heel even mijn aandacht aan. Maar ik weet wel dat ik de kracht bezit om een stapje terug te doen en me eigenlijk te focussen op de dingen die ik dus wel belangrijk vind. Het grootste voordeel wat ik met een microdose heb, is voor mij toch wel een soort van rust en een soort van vertrouwen wat ik in mezelf voel. Er is natuurlijk momenteel veel gaande op de wereld. Met microdozen worden zeg ook maar nieuwe neuropatronen aangemaakt in je hersenen. Dus het voordeel daarvan is, als je natuurlijk vaker doet microdozen, dat op een gegeven moment die nieuwe verbindingen, die worden daar ook een soort van standaard. Dus dan op een gegeven moment, hetgene waar je zeg maar heel veel in terugval in bepaalde patronen, die patronen worden een soort van overschreven. Dus uiteindelijk wordt het dus een nieuwe staat van zijn. Dat is zeg maar wat microdozen voor mij doet. Ik merk gewoon echt heel erg dat ik heel snel doorheb waar ik kan schakelen. En dat ik heel erg bij mezelf blijf. En ook mezelf de rust gun indien nodig. Voor mensen zou ik willen adviseren. Sta open voor wat deze wereld nog meer te bieden heeft. Ik denk, als we helemaal goed naar binnen gaan en naar onszelf luisteren, weten we ook wel dat wij gewoon onderdeel zijn van de natuur. Dus als jij ook maar denkt van, ik voel mezelf, ik ben nieuwsgierig of ik voel me geroepen, waarom zou je die kans ontzeggen om misschien de kans te kunnen krijgen dat je je eigen dus helemaal super gaat voelen? Kijk, het gaat echt niet een quick fix zijn. Dat ga ik je niet beloven. Maar als je dit consequent blijft doen, ga je echt die hele grote stappen in maken. En wat ik dan zo jammer vind, is dat we heel vaak grijpen naar potjes of pilletjes en denken dat daar onze pijn dan mee is opgelost. Maar uiteindelijk gaat het om hoe wij zelf met ons gedrag en onze gedachten en onze emoties omgaan. En ik zie microdosen als een hele goede tool om zeg maar gewoon echt weer terug in die kern te komen en dicht bij jezelf te blijven. Dus als je ook maar iets van twijfel hebt of nieuwsgierig bent, nou, ik zou zeker zeggen, volg Maria Johanna. Als je denkt van, nou, ik wil er wat meer over weten, er staan genoeg dingen in de highlights die je gewoon kan lezen, zoals reviews en wat het precies inhoudt en wat het kost, uiteraard. Ja, ik zou zeggen, geef jezelf die kans, verken je wereld en vertrouw erop dat wat je krijgt dat je nodig hebt, dat je dat ook gaat ontvangen van de truffels. Dus ik ben in ieder geval super enthousiast. Ik wilde ook eigenlijk iedereen aanraden om op zijn minst te proberen. Zeker in deze tijd, nou iedereen zo onrustig is, is microdosen zeker een oplossing. Of in ieder geval een oplossing. Om jezelf dus weer terug te keren bij je kern. En niet te leven vanuit angst, maar gewoon meer in de rust te bewaren en in vertrouwen te leven. Dus mocht er nog vragen zijn, mogen mensen mij ook altijd benaderen. Maar ik denk dat op Bragenia van Marianne echt alles te vinden is wat je zoekt. Dus succes! Allerliefst van mij!